Maar ik ook gefeliciteerd, ruim 102 gemiddeld, maar toch ging niet zo heel erg makkelijk, hè? Nee, ik denk dat hij gewoon een hele prima wedstrijd geworden, denk ik. Dus dan moet je eraan trekken, je moet je alle zijden bijzetten. En ik denk dat ik dat heb gedaan, ik gooi er nog een paar goede finishes uit. En dat geeft je voldoening, geeft je zelfvertrouwen en vanuit daar kun je denk ik nog meer laten zien. Maar ik zit nu in het toernooi en dat is het enige wat belangrijk is. Nou, jij zit nog in het toernooi, maar de rest van de top 5 van de wereld niet. Als je dan ziet dat Smit, Espinel en Prijs uitgeschakeld worden, is dat dan toch nog een soort van wake-up call? Nee, ja, tuurlijk is dat. Ik loop lang genoeg mee om te weten wat dit format met je doet. Het is heel kort, dus je moet scherp zijn, vooral op het begin van de wedstrijd. En ik denk dat ik het heb gedaan. En het was helemaal niet zo makkelijk, maar ik denk dat ik gewoon prima heb staan spelen. Vanuit daar wil je natuurlijk verder gaan bouwen naar de voren. Volgende ronde tegen Cameron Menzies, had je het dus ook weer verwacht? Nee, helemaal niet. Iedereen zet zoveel druk op de jongens' schouders. En ze denken allemaal dat hij een of andere nieuwe wereldster is. Maar hij moet zich eigenlijk ook nog eerst maar bewijzen. Er zijn heel veel jongens, ook Cameron Menzies. Ik heb met hem in de jeugd gespeeld. Dus die jongen heeft best wel wat ervaring. Dus om hem helemaal af te schepen tegen een jongen net als Josh Kok, vind ik niet helemaal eerlijk, snap je? Ja, Cameron Menzies is best wel een drukke speler op het podium, veel gebaars en zo. Is het dan lastig om je daarvan af te sluiten? Nee, helemaal niet. Je moet gewoon je ding laten doen op het podium. Je pijlen moeten spreken, dat is het enige wat telt.